Wordt hier iemand nou over... Heeft hij nou een mesje vast daar in de verte? Meneer, stop, ik ga 112 bellen, hè. Bro, alles goed? Ja, ja, ik probeer hem te rippen. Oké, top. Jij bent aan het werken voor je broer. Ja, man. Bro, jij lijkt op Younes Situn, klopt dat? Zeg, hola Younes, zet jou aan het werk? Ja, man. Ai, nee. We willen die OV doen, we gaan motors huren, Mount Juliet. Met z'n allen eraf springen en een boot klaarzetten binnen het water en op die boot landen en dan wegstomen. Meneer, ja. Zou ik u wat mogen vragen? Weet u misschien waar de gele cirkel is bij deze garage? Die is hier niet, man. Oh, die is hier niet? Nee. Kunt u mij dan wel een lift brengen misschien? Ja, is goed. Oké, top, dankjewel. Welke auto heeft hij gepakt? Hè? Nee, ben je... Meneer, is dit uw auto? Ik heb deze net gejat. Hé, hey, dikke auto, man. Hoeveel kostte deze? 550k. Hoopte jij mij, Henny? Ja, ik riep. En hoe kom jij aan 550k, als ik vragen mag? Hard werken. Oké, hard werken. Ja, ik wil ook op een dag zo'n auto kunnen rijden als u. Dat loopt wel goed als je gewoon hard werkt. Oké, top. Dan ga ik daarvoor werken. Een dikke auto heeft deze man. Als het goed is. Dat heb ik nog in mijn auto. Is dat hier wel mogelijk? Ja. Even kijken hoor. Ik tref mijn auto. Heeft u misschien toevallig ook 500 euro contant? Kijk, u bent namelijk rijk en ik ben een arme jongen. Misschien kunt u ook... Wacht even. Yay! Nee, meneer, dankjewel voor de 2000 euro. Ik wil eigenlijk al vragen van, joh, kan je me 1000 euro geven? Maar 2000 is ook goed, dankjewel, man. Wat is de titel? Titel is gewoon een goeie, denk ik wel. Ja, we gaan mijn motor eruit halen. Fijne dag, hè, meneer. Moet ik even mijn motor uit aanzetten? Dat moet ik nog even leren. Oké. Goeiedag, heren. Hey. Yo. Meneer, ik heb begrepen dat Berging het meest verdient in de stad. Klopt dat? Hé, wat? Ja, ik heb het ook gedaan. Ja, verdient best wel lekker, maar het is wel een beetje saai werk, vind ik. Maar ja, alles legaal is een beetje saai, man. Oh, dus u doet illegaal werk? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Maar ik heb wel legaal gewerkt, laat ik gewoon zo zeggen. Ja, en wat voor werk doe je nu, als ik dan vragen mag? Ik verkoop pizza's, man. Ja, dus je wilt zeggen dat je met pizza's meer verdient dan Berging? Juist, eigen zaken. Ja, oké, is goed. Dankjewel, fijne dag, hè. Jojo. Laten we de motor even hier stilzetten. We moeten naar UWV gaan. Daar kunnen we namelijk even werk vinden. We moeten ergens beginnen. We kunnen niet natuurlijk meteen drugs gaan doen, veel geld gaan verdienen. Dus even kijken, waar zou het kunnen zijn? Misschien hier zo, man. Gemeentehuis. Of gemeentehuis, of hier. Ja, nee, hier. Uitzendkantoor. Laten we naar daar gaan. Ik hoop echt dat het in ieder geval iets is wat ik gewoon leuk ga vinden. En niet dat ik, zeg maar, iets helemaal kuts ga doen of zo. Maar we kunnen hier ons werk kiezen. Dat kunnen we linksbovenin zien. Alleen jullie kijkers kunnen dat niet zien. Maar ik heb me gesolliciteerd voor Berger en ik ben ook aangenomen, zie ik. Maar nu moet ik nog weten... Wacht, ik ga het zoeken. Ik moet ook even wat broodjes eten, man. Gebruik. Nog een broodje. Laat me ook wat water drinken dan. Nee, dat doen we zo. Daar staat wel een dikke Porsche. Ik moet even... Misschien kan ik beter gewoon mensen aanspreken waarvan ik weet van... Yo, hun zien er rijk uit. Even kijken, waar zijn mensen die rijk zijn? En ik krijg gewoon... Oh nee, ik heb geen boete gepakt. Misschien aan de voorkant van Blokkenpark. Ja, hier staan sowieso wel wat mensen, toch? Ik zet mijn motor hier gewoon stil. Op slot. Oh, nee. Ik ga hem niet op slot doen. Even open. Even opstappen. Even mijn motor uit. En dan doen we hem op slot. Goeiedag. Goeiedag. Meneer, mag ik u wat vragen? Hoe kan ik het beste geld verdienen in de stad? Ik heb geen flauw idee, want ik ben hier amper 3 dagen. Moet ik je even brengen naar UWV? Nee, dat hoeft niet. Dankjewel, hè. Even opstappen. Oké, we moeten weg van hier. We moeten naar een plek waar... Wat meer mensen zijn waarvan ik weet van, yo, ik ben serieus aan het nadenken. Waar in de stad ga je mensen tegenkomen waarvan je weet ze hebben doekoe? Waarvan je weet ze hebben geld? Oké, als het goed is en ik heb een boete gekregen van 85 euro. Hij heeft ochtends een keer in het weekend moeten wachten. Ja, klopt. Weekend ik scooter! Hé, die mannen schreeuwen. Waarom schreeuwen hun zoveel? Stap even uit. Wacht, nee. Ik doe eerst mijn motor dicht. Motor uit, yo. Juist, perfect. Dan doe je hem op slot. En ik ga gewoon normaal lopen in de hoop dat iemand me wilt helpen. Kijk hoe druk het hier is. Wordt hier iemand nou over... Heeft hij nou een mesje vast daar in de verte? Meneer, stop, ik ga 112 bellen, hè. Bro, alles goed? Ja, ik probeer hem te rippen. Oké, top. Dankjewel. Het is hier wel echt druk, man. Wacht. Ik durf dit niet. Ik ga weg van hier. Het is een beetje druk. Ik moet het anders aanpakken. Ik moet mijn motor open doen. Ik moet het even anders aanpakken. Wacht even, kijkers. Ik ga jullie zo uitleggen waarom. Ik heb laatst namelijk de vorige keer dat ik op deze... Ja, auto's jouw auto. Ja. Oh, boete van 300 euro. Ik moest niet gassen hier. Wacht, ik ga jullie uitleggen wat ik ga doen. Als het goed is, kan dat...
deze weg uitrijden, deze weg uitrijden. Dat heb ik de vorige keer van een persoon hier in de stad gehoord. Oké, okay. Op slot. Geen van onze kant toch gewoon het. Van jou en die vriend. Wie is dit nu weer al? Hey. Yo, goeiedag. Hallo. Is dit een zaak? Een beetje schimmel tussen je haar, man. Ja. Pardon, ik heb geen schimmel, hoor. Je hebt schimmel op je haarsjes, man. Zie je dat niet? Nee, dat is gel. Gel? Mm-hmm. Ik denk dat ik wel tering veel gel. Tipotten. Nee, jij hebt ook veel gel, hoor. Met die bril. Ik, hè? Ja. Kind, jongen. Ik ben naar hier. Ze zijn al niet zo aardig in de stad, Gerrit. Oké. Misschien kunnen we beter buiten gaan staan. Ja, boys. Kom eens, Glenn. Kom eens. Weet jullie, praten we wie dat is? Ja, ik weet wie dat is. Chat, man. Ja, maar wat een figuur. Man. Van Daapstaaf. Wat een Daapstaaf. denk je dat ik dat niet hoor? Nee, denk je dat ik dat niet hoor? In Big Mac. Lekker. En een pizza margarita. Lekker. Doe maar een broodje kebab. Oh, druk hier. Jeetje, man. Hey, wat wel, ja, ja, dus. Ze zijn letterlijk out of character aan het praten en over mij. Dat kan toch niet, bro? En dan ook nog eens negatief. Waar slaat dat op? Out of character, man. En als ik... Ja, ik moet me inhouden en niet out of... Hier, druk hier, man. Hey, bro, ik word helemaal gek. Luzo. Koch aan Luzo, bro. Ik hoor 1000 miljoen stemmen. Nee, 72 voor me. Zie ik eruit als een rijke tata. En let op, als ik zo over hem praat, out of character, dan heb ik meteen een... Ja... Hey, waar kan je Pascal hier? Wat dan? Bro, hij is naar binnen. Ik heb even mijn bodyvest uitgedaan. Puur omdat ik anders overvallen ga worden, man. Wat een taapstaaf, zei hij. Echt een sukkel ook. Echt een sukkel. Wat een Johnny. Oké, hier weer wat zachter rijden. Want anders ga je hier een lijpe boete catchen ook. Oh, ik ben al geflitst. Dat is echt zonde van je geld. Oké, ik ga even opnieuw hier mijn auto zetten. Mijn motor bedoel ik. Dan doe ik hem op slot. Oh, ja, ik had het hier al zo gezien. Ik kon je ook al kopen, man. Ben ik de enige die sommige mensen niet verstaat? Ik moet even iemand aanspreken die ik... Dit is sowieso Gerard. Opa Gerard. Weet je mijn naam? Wat? Weet je mijn naam? Jij bent opa Gerard. Dat zie ik niet in je hoofd. Maar wie ben jij? En hoe weet je mijn naam? Doe je helm af. Oeh, ik vraag jou wat, ik wil antwoord. Hé, opa, niet disrespect, hè. Ik kan je gewoon meteen slaan. Hallo, waarom sla je zo weer iemand? Ik weet toch niet eens wie je bent en je weet mijn naam. Ik heb opa, fijne dag. Nee, ik ga hier niet blijven, man. Ik hoor de gekste dingen. Echt de gekste dingen ook. Ik weet echt niet wat ik er ook over moet zeggen, man. We gaan weer weg. Weg van hier. Weg van... Hele dag zie ik deze somma. Welke somma? Hele deze somma. Hé, maat. Britt heeft even jullie broodje van mij. Fuck af. Hé, niemand heeft broodje. Dat vraag je niet zo over, Martien. Kom even mee, man. Waar ga je heen? Even auto, andere auto pakken, kom. Oh. Hey, kijk jullie dan wel even uit, man. Jullie rijden iemand aan. Nee. We hebben laatst nog de 50.000 abonnees bereikt. Maar stel je voor, we halen nu nog de 100.000 abonnees op dit tweede kanaal van mij. Dat zou echt te gek zijn. Dus ben jij nog niet geabonneerd op dit kanaal? Het is een kleine moeite en het is ook nog eens gratis. Druk even op die rode knop hier beneden en druk even op abonneren. Ik kwam er laatst ook achter dat heel veel mensen mij nog niet volgen op Instagram. Ik wil binnenkort even leuke dingen gaan doen op Instagram met jullie kijkers. Soms jullie even uitnodigen om mee te doen met video's. Ik wil giveaways doen enzovoort enzovoort. Jullie zien nu mijn Instagram in beeld. Volg me, ik heet Chatmo en ik wil voor de 75.000 volgers. Hey, sorry, hè? Het is voor mij! Is mijn NG Twerres? Nee, het is voor mij. Waarom? Dat deed je best wel veel pijn. Ja, sorry, het is mij. Wacht. Hé, hey, opa. Hé, tager. Hoe is hij dan? Ja, bedankt. Ja, rustig, man. Op een pijnplek. Het helpt wel echt heel erg. Yo. Welke auto ging je pakken dan? Ik ga geen auto pakken. Ik kan wel een auto pakken, maar deze man heeft wagens toch, dus... Hij moet even een vierpersoons iets pakken, toch? Oh, ik spreek jullie, hè? Waar ga je? Ik weet niemand een beetje stad verkennen. We gaan misschien een OV'tje klemmen, dus als je wil meedoen, bro, je bent... OV'tje? Ja, ik wil wel meedoen. Ik hoor maar, je. Wie ben jij, bro? Ik wil ook wel meedoen. Nou, laat dat, bon. Nee. Sorry. Oké, we moeten naar een andere plek. Een andere plek dat druk is. Meneer. Yo. Wilt u me even naar het politiebureau brengen, meneer? Dat wil ik wel doen, maar krijg ik dan... Nee, 600 euro. Is goed. Vooraf betalen. Ja, wacht even meneer, ik ben hier nieuw in stad. Oh, je bent nieuw? Wanneer? Ja, voor beginners is het 2.500 meneer. Ik zit al 2 weken meneer, rustig. Ik ben gepakt met mijn... Wacht, ik zal hem even op de stoep parkeren. Laten we even allebei afstappen tegelijk. Ja, hier. Voor dan 600 euro alsjeblieft. Kijk, voilà. Top, dank je. Kijk, zo kunnen we zaken doen, snap je? Tuurlijk. Benzine kost natuurlijk wel wat geld en zo. Ja, maar benzine kost... de tank kost minder dan 60 euro meneer. Ja, nee, maar je moet begrijpen, met deze motor maak ik vele, vele kilometers. Ja, ik snap. En je moet weten, dit is een van de nieuwste motoren in de stad. Ja, ja.
Zou ik wel informatieve vragen mogen stellen? Wat wilt u? Dus, zo wat informatie. Waarom brengt u me naar hier? Nee, wacht even. Je zegt, mag ik u informatieve vragen stellen? Ja, informatie. Vraag maar. Dus kijk, mijn auto is impounded. GSM, mijn GPS, alles is gewoon weg. Als ik dat van Bali moet halen, moet ik dan de politie naar daar roepen of staan ze al daar? Zo, dat weet ik echt niet, man. Maar ik zet je hier af, ja? Dat was de afspraak. Broer, politiebureau is daar, broer. Politiebureau is hier, toch? Nee. Ah, moet ik hier afstappen of zo? Oh. Politiebureau is ergens anders. Hey, ik zeg je heel eerlijk, ik had berekend dat het 1,5 kilometer was, maar ik zie dat het nog 1,5 kilometer is. Dus, ja, meneer, kijk. Dat wordt zometeen nog 600 euro, meneer. 600 euro is meer dan goed. Nee, zometeen nog 600 euro. Ik zou dat doen, ik zou je wel overschrijven, maar ik heb niet geld. U moet begrijpen, meneer. Kijk even heel goed. Aan de voorkant. Kijk voor ons. Hey, politie. Ik ga bij hun. Ciao, broer. Oh. Yo. Je wou zomaar wegrennen, bro. Uitkijken, bro. Links kijken, rechts kijken. Het is goed, meneer. Auto is goed. Ik ga een beetje kussen, wacht. Hij wordt aangereden. Echt een sukkel. Wacht, ik moet ook uitkijken. Rijdt hier een snelle auto. Yo, meneer. Goeiedag. Kunt u me helpen? Waarmee? Met geld verdienen in de stad. En op welke manier? Op welke manier jij je geld verdient. Nou, ik heb mijn maniertjes, als je weet wat ik bedoel. Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Je hebt wel een nice microfoon, meneer. Nou, dus, waar gaan we heen? Ik heb momenteel niet veel te doen. Er is niet veel te doen op mijn vlak. Oké. En hoeveel mag ik een brutale vraag stellen? Hoeveel heb je op de rekening? Ik ben aan het investeren, meneer. Ja, nee, maar hoeveel staat er nu op de rekening? 136.000, maar... Kijk, dat zijn serieuze bedragen. Daar kan ik niet aan tippen. En dat wil ik ook. Ja, dan moet u hard werken als eerste. Okay. Ben je net verhuisd in de stad of bent hier al op tijd? Ik ben nieuw. Dan raad ik je aan om eerst wat jobs te uitoefenen bij het IVWV. Om zo'n startkapitaal... Meneer, dat is niks voor mij. Ik wens u nog een fijne dag. Is goed, hè. Fijne dag. Oh. Meneer, kijk dus even uit. Ja, kijk zelf even uit. Pardon? Kijk zelf even uit. Nee, u moet uitkijken. U rijdt in zo'n grote auto en u rijdt mij bijna omver, joh. Ja, als je een straat op wil gaan, moet je gewoon kijken. Pardon? Dan moet je gewoon voor je uitkijken. Dat je zo'n dikke bak hebt, betekent niet dat je me mag aanrijden, hè? Laat me, man. Oké, goed zo. Ik ga naar de casino en draai aan het rad. Ja? Oké, wacht even. Ik ga naar de casino. Ik ga precies doen wat jij zegt. Even kijken. Casino is hier. Een boete van 1,3k. Gedraag je. Dat kan toch niet? Hoe ga ik dat ooit betalen? Ik ga mijn motor wel ergens hier in de bek zetten, zodat als politie komt... Ze niet zo snel even wat kunnen zeggen, man. Ik doe mijn motor ook even uit. En ik doe hem even op slot, man. Meneer. Ja. Klopt het dat je hier binnen ergens aan een rad kan draaien? Ja, daarboven. Hoeveel kost dat? 20 duizel. En jij kan mijn sponsor hierbij? Ik mag niet geven van broer. Wat? Je weet goed wie dat is. Je mag niks geven van je broer. Wat zeg jij nou weer? Ja, ik ben alleen maar aan het werk van. Oh, ik dus ben jij alleen maar berging. Jij bent aan het werken voor je broer? Ja, man. Bro, jij lijkt op Younes Situn, klopt dat? Zeg, hola Younes, zet je al aan het werk? Ja, man. Ai, nee. Ik ga je spreken, rustig. Yo, ik heb nu wel 100k. 100k? Ja. Hé, die Younes gebruikt je echt, man. Hé, wacht, ik ben zo back. Hey, Faris Fietslot. Of Farid Fietslot. Hey, broski. Yo. Zijn er Farid Fietslot? Ja, ik weet niet wat ik zei. Ik zei Faris volgens mij zelfs. Ja, luister dan, bro. Ja. We hebben best wel een ziek plannetje om een beetje geld te maken. Ja. We willen dus zeg maar een OV doen, toch? Maar niet de standaard OV. Ja. Wat ik dus laatst heb gedaan, is we hebben een OV gedaan. En toen eindstand ben ik van Mount Chiliad afgesprongen met een parachute. Oké. Okay. Mm-hmm. Maar wat we nu willen doen, is een challenge hoger. We willen die OV doen. We gaan motors huren. Mount Chiliad. Met z'n allen eraf springen. En een boot klaarzetten binnen het water. En op die boot landen en dan wegkomen. Oké, en hoe gaan we dat flikken? Oké, dus wat we gaan doen, wat het plan is om motors eerst te huren. Ja. Winkeltje uit te kiezen. Ja. Politie gaat komen onderhandelen, je kent het wel. Ja. Pakken we misschien, ik hoop 60k zwart geld, dat had ik vorige keer gepakt, maar ik weet niet of dat standaard is. Ja. Vervolgens, ik heb een perfecte locatie voor winkel. We gaan de berg op, we komen bij Mount Chiliad. We springen, we openen die parachute en we zijn gone. Bro, stuur mijn locatie, ik ben daar zo, ja. Ik ben even nog bij de kassie, even snel doekoe maken, ik kom eraan, ja. Ja, toch cool, rustig. Yo, rustig. Oké. Ik moet even de kassie in zien te komen. Kan ik hier jumpen? Je mag gewoon niet jumpen hier. Wacht. Goeiedag. Goeiedag. Hey, heren. Ella, ben jij Chatmo? Mag ik je wat vragen? Zeg het eens. Klopt het dat je hierboven ergens aan een rad kan draaien? Ja, kom. Kom ja, man. Oké, ik volg jou. Maar bro, wacht even. Zeg het eens. Hoeveel kost het om aan die rad te draaien? 20k, man. Oeh, kan jij me niet een beetje sponsoren?
Ja, ik heb geld mee, hoor. Ik heb 9k. Oeh, van die 9k, hoeveel procent kan je kwijt? Omdat jij het bent, krijg jij... Ja, ik weet niet, ik heb niet veel, man. Voor mij mag je 3k. Dat vind ik een goeie. Ik dacht ook aan 3k. We hebben chemistry, ik voel het nu al. Aight, oké. Okay. Kom even naar die pinautomaat dan. Moet je het contant hebben? Nee, je moet op je bank hebben, maar ik heb geen telefoon op het moment, dus ik geef het gewoon contant aan jou. Ja, toch? Kijk zo. Dank je, dan ga ik het op de bank zetten, oké? Okay? Yo, man. Ik moet nog even hoeveel, even kijken. Waar ken ik jou, Sam? Ik heb 9000, 11.000 nog te gaan, ja, wacht even. Van waar ben je? Ik ken jouw stem, maar ik weet niet van waar. Waar is die goon? Hey bro, wat is je naam? Mijn naam is, noem me maar gewoon Moon. Wat? Ik heet... Bro, hij is op traag, hij is traag. Yo, Farid! Yo, luister dan, ik ga je locatie sturen. Ja. Ik weet niet waar je op het moment bent, maar het is best wel ver, dus ik zal op je motor stappen en je toch gaan. Oké. En dan wacht ik hier op je, die andere boys gaan even een hostel checken. Maar binnen hoeveel minuten verwacht je mij daar? Want ik ben eigenlijk doekoe aan het regelen, man. 10 minuten is goed. Ik ben sowieso af in mijn hoofd. Oké, okay, dus hoe ver is die locatie vanaf casino met motorrijden? Is richting Linkersnelweg, man, daar zo. Oké, dat is 5 minuten rijden. Ik zie je om 9:55, is dat goed? Of 9:50? Hoe laat is het? 9:55 is cool, man. Rustig. 9:55, ik zie je daar. Stuur die locatie, hè? Ja. Hallo, joh. Yo. Bro, wacht, ik word weer gebeld. Yo, wat is er? Neem even 1500 ook mee. 1500 contant? Ja, man. Contant. Zie ik. Je bent een zakenman geworden, hè? Norma, Sherendi heeft net al gemeld van, joh. Die wil je hier gaan halen. Ja, toch rustig. Hij is net aangekomen. Ik ga mijn vader sluiten, hè? Yo. Zakenman geworden, bro. Ja, de zaken gaan niet zo goed, maar dat is geen stress, toch? Gekke Farid. 2 ton in de min. Heer je toch? Maar, dit is Henry, man. Henry moet je. Yo, Lester, Faka! Hoe is het, bro? Ik ga niet terugpraten. Wat? Hé, hoorde je dat? Nee, dat meen je niet.